Allereerst een leuke uitnodiging en weer een hele mooie gelegenheid om samen te werken. We zijn een nieuwe gemeente en we willen graag een grensagenda uitbouwen in de komende jaren. En dit soort activiteiten waar je elkaar kunt vinden, dat is hartstikke mooi, zeg maar, om weer nieuwe netwerken te creëren en om een mooie samenwerking weer op te zetten. Dus dit is een initiatief vanuit Papenburg en dat kunnen we mooi, zeg maar, vormgeven met samenwerking met onze partnergemeente in Reden. Maar ik stel mij zo voor dat van dit komt ook wel weer een vervolg, weer andere activiteiten, andere samenwerkingen. En er komt weer een nieuw netwerk, wordt weer samengesteld. Mensen die vinden elkaar, kortom, een mooie grensoverschrijdende samenwerking. Nou, wij hebben wat overleg gehad met Reden. Het is ook het idee dat wij met Reden een beetje, zeg maar, kijken van dat conceptueel ook een beetje samenwerken. En een gedachte zou kunnen zijn om een bodenweek, zeg maar, inderdaad een knuppelweg in het Nederlands. En die vroeger door het moeras liep en de beide, zeg maar, gebieden met elkaar verbonden. Om die misschien ook als een soort uitgangspunt te nemen voor de inrichting van deze twee tuinen door Reden en door Westerwolde. En dan zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de beide uiteinden van de knuppelweg, dat zou dan een invulling in Westerwolde kunnen zijn en een andere uiteinde de invulling in Reden. Dan heb je toch dat verbindende element daartussen. Ik denk dat het gewoon een positief effect is. Simpelweg het feit dat je elkaar vindt als buren. Je bent toch buren, we zijn twee nationale staten, andere cultuur, andere taal, etc. En daarbij is het gewoon belangrijk dat je elkaar ontmoet en dat je af en toe ook eens dingen met elkaar samen organiseert en oppakt. En dit is een hele leuke, dit is een prachtig initiatief in Papenburg. En met allemaal mooie aanknopingspunten, zeg maar, om zo'n samenwerking, zeg maar, te stand te brengen. En het is, denk ik, en daar hoop ik zelf eerlijk gezegd ook op, van het een komt vaak weer het ander. En dat is het leuke hieraan.